In alternatief 2 gaan fietsers en voetgangers bij de Guisweg onder het spoor door. Fietsers kunnen via een luie trap naar het Noord-Zuid fietspad. De omgeving van het station krijgt in dit alternatief een lichte opknapbeurt. Bij aansluiting 3 kunnen bestuurders van alle kanten de A8 op en af. De op- en afritten van de A8 komen uit op een doorgaande weg. In alternatief 2 ligt de nieuwe verbindingsweg het dichtst tegen de snelweg aan. We noemen dit de zuidelijke ligging. In dit alternatief moet aansluiting 2 verdwijnen, omdat je vanuit de tunnel niet op tijd weer boven kunt zijn op de provinciale weg. Je kunt wel van en naar Oud-Koog via de Verzetstraat.